Hey lieve kotnetters, het is intussen dag. Ik ben de tel al kwijt. Zo lang zitten we al met z'n allen in ons kot. En ik moet toegeven, ik begin toch wel iedereen een beetje te missen. Ja, mijn familie, mijn hele goede vrienden, zoals de rappers bijvoorbeeld. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of zij me ook missen. Daarom heb ik een super wetenschappelijk trucje om dat eens even uit te dokteren. Oké, ketnetters, voor dit trucje heb je niet zoveel nodig. Alleen een blad papier en een balpen. Je begint met het opschrijven van de naam van de persoon waar je graag van wil weten of hij of zij jou mist. Ik ga het bijvoorbeeld uittesten met C. Mist Sarah. En dan ga je de gemeenschappelijke letters optellen. Dus de S die komt 3 keer voor. De I 2 keer. De E 1 keer. De N ook. De M 1 keer. De T. De A 2 keer. De R 1 keer. En de H 1 keer. En dan ga je telkens de twee buitenste cijfertjes met elkaar optellen. Dus 3 en 1 is 4. 2 en 1 is 3. 1. 2 is 3. 1. En 1 is 2 en de 1 nemen we mee. Voilà. En dat blijf je doen tot je twee cijfertjes overhoudt. 4 en 1 is 5. 3 en 2 is 5. En de 3 neem je mee. 5 en 3 is 8. Oh, Sien mist mij echt wel hard. 85%. Ik mis jou ook, Sientje. Oké, ik ga het ook eens testen bij de rest. Thomas, nu is het jouw beurt. Oké. T. 80%. Oh. Oké, gelukkig. Thomas mist mij ook. De volgende is Gloria. 60%. Oh, nee. Ik ging Gloria juist een kaartje sturen. Maar ja, hopelijk mist Sander mij toch ietsjes harder. Oh my god. 96%. Oh, Sander mist mij gewoon keihard. Oké, ik ga het nu eens uittesten bij Jeffrey. En lieve ketnetters, jullie kunnen natuurlijk ook testen wie jullie mist. Dus zeker eens uitproberen. 80%? Hoe kan dat nu? We zitten elke dag bij elkaar. Elke minuut van elke dag, hè. 24 op 24, 7 op 7. Hoe kan die mij dan missen? Misschien is deze test toch niet zo wetenschappelijk.